Hey, goedemorgen. We zijn terug aan boord van Drifter 22 Dulce Bella. Oh, wacht even. Het wordt nu wel erg ondiep. We zijn op de vlakte van Oosterpieren. En even kijken. Dit is echt heel weinig water. Daar is de vlakte. En ik geloof dat ik nu even iets moet gaan doen. De zwaarden beginnen wat te... Even kijken hoor. Dat is het roer, dat is het zwaard. Even. 1, 2, 3. Dat is het ene zwaard. En het tweede zwaard. 1, 2, 3. Oké. Dat is even niet gepland. Roer eruit. Oh, dat is er al bijna uit. Dit is, wordt een vrij vaag filmpje. Ik dacht, we gaan hier net overheen. Over deze vlakte van Oosterpieren. Maar wellicht pakt dat toch wat anders uit. Even kijken, het roerblad gaat omhoog. Als het verstandig is, dan zeker wel. Wat hoor ik hier allemaal voor geluiden? Eigenlijk dat het bijna einde oefening is hier. Oh, daar is de hekgolf al. De hekgolf houdt in dat het echt einde oefening is. Taxi. Even kijken. Oh, we liggen al stil. En we liggen eigenlijk vlak. We liggen eigenlijk aan de grond. Welke is dat? Dat is de K30. Nou ja, ik denk eigenlijk dat het tijd is voor de koffie en even te wachten tot prachtig, oh wat heerlijk hier. Ik zal nog even laten zien waar we zijn. Wij zijn gekomen vanuit Harlingen. Dat is hier ergens. Dulce Bella ligt nu toch stil, dus ik ga het eventjes proberen te laten zien. Maar het wordt wel een heel vaag filmpje. We zijn inderdaad vanuit Harlingen vertrokken hier zo door het Kimstergat. Maar er is vandaag een verlaging van, ik zal hem even zien, betere belichting. Verlaging van ongeveer 30 centimeter. Dus vandaar dat we hier nu niet overheen komen. Nou, dat is niet zo erg. Het is vlakte van Oosterpieren. Hier is het Statenhoofd. Dat kan ik daar in de verte zien. Oh, dat kan ik. Goed, ik denk dat het tijd is om eventjes iets anders te gaan doen. We zetten het anker ervoor. En dit was Drifter 22 Dulce Bella vanaf een stralend wat. We zijn op weg naar het Oerd. Hoogst waarschijnlijk dat we dat halen vandaag. Het is donderdag 28 augustus. Dit was Drifter 22 Dulce Bella.